Ik zal hem in gaan pakken, want we moeten hem meenemen. Ik ben Jacob Smit. Ik ben de enige nazaat van de oprichters van een van de oprichters van de vereniging. En dat is de vader van mijn opa. En iedere vrijdag is er een repetitie in het theater Het Vikingschip in Den Oever. En daar gaan we iedere keer met veel plezier naartoe. In de Noordkop vieren meerdere muziekverenigingen dit jaar een bijzonder jubileum. Harmonie Apollo uit Den Oever is maar liefst 100 jaar. Dit is een foto uit de beginperiode van de muziekvereniging Apollo. Deze foto is gemaakt bij een concours in 1927. We zien hier mijn opa Jacob Koren en zijn vader Cornelis Koren. En dat is een leuk stukje geschiedenis. Ik hoor wel eens dat muzikaliteit bij Wieringers echt in het bloed zit. Ja. Ja, ja, dat zit wel wat in. Ja. Zit wel wat in. Ik, tenminste, ja, nou is het wel zo natuurlijk. Ik ga natuurlijk ook veel om met mensen die muziek maken. Dus ja, maar die hebben toch allemaal wel een roots uit het verleden. Toch wel wat dingen meegekregen. Het zit wel een beetje in de DNA, ja. Dat klopt. En van mij in twee kanten. Dus van mijn vaders kant en van mijn moeders kant allebei. Ik ben Josien, ben de dochter van Jacob en ik speel klarinet bij Apollo. Ja, je bent de volgende generatie die aanstormt. Ja, zo kun je het wel noemen. Hè. Volgende in de dynastie van de familie. Is dat een bijzonder gevoel dat het zo lang teruggaat? Je hebt wel het gevoel dat je ergens deel van uitmaakt. Dus dat je een stukje geschiedenis meedraagt. En het is een levend erfgoed natuurlijk eigenlijk. Hè. Dus het is wel leuk om daar aan mee te kunnen doen, om dat levend te kunnen houden. We staan nu 100 jaar. Dat moet dan toch wel trots maken? Ja, een beetje wel natuurlijk. Ja. En dat het er nog steeds is. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik bedoel, heel veel verenigingen zijn natuurlijk al ter ziele. En het is ook niet makkelijk om een vereniging tegenwoordig overeind te houden. Ik bedoel, het toestroom van jeugd is ook wel een ingewikkeld verhaal. Omdat ze willen altijd snel resultaat hebben. En bij muziek maken moet je toch zelf gaan werken. Je bent op jezelf aangewezen. Je hebt toch zeker wel 1,5 jaar nodig om mee te kunnen doen. En dat vol te houden en dan ook de waarde daarvan in te zien. Om dat met gezamenlijk te doen is natuurlijk nog wel heel wat anders als tegenwoordig dat je eventjes op je computer even een spelletje doet in 10 minuten. Dat je denkt van dat heb ik onder de knie. Dat werkt toch even anders. En daarom is het ook best wel moeilijk in deze tijd. Dus nou ja, we hopen er het beste van. Uh, 13 april, groot concert staat er voor de deur. Kun je erover vertellen? Wat gaan jullie doen? We gaan een maestro concert doen. Dus dat betekent dat we hebben een aantal bekende uit de omgeving Wieringers uitgenodigd om de dirigeerstok ter hand te nemen om proberen ons de goede richting te krijgen. Het is erg leuk, erg leuk en ze zijn ook erg fanatiek. En ook uit alle onwetendheid en dan met gestuurd door de dirigent Jeroen Drent. Dan wordt het zeker een hilarische avond. Hartstikke leuk, absoluut.